Ik ben Marijn Edwards, ik ben 16 jaar en ik rijd in deze Aixam. En wat is dat voor auto? Hij gaat 45 km per uur, dus niet even hard als de andere auto's. Is dat wel eens lastig? Soms wel, want dan heb je wel eens een confrontatie op de weg. Ik had pas een keer toen had ik een bestelbus en ik had hem niet gezien, dus toen kwam hij aanrijden. Toen haalde hij me later in en toen reed hij ervoor en toen stapte hij uit van ja, wat heb je gedaan en je moet niet denken dat je alles mag in zo'n autootje. En dan zei ja, sorry, ik had het niet gezien. Nou, was ook een beetje je eigen fout. Ja, misschien ook wel. Ik had het niet helemaal gezien. Nee. Maar bij een andere auto had hij misschien niet zo gereageerd. Nee, had hij niet uitgestapt, had hij misschien alleen doet het. Ja. Wat is er zo mooi aan deze auto? Ja, je kunt gewoon je eigen soort van eigen draai en vinden. Je kan zelf wat dingetjes erop maken. En ja, zie je dat. Wat heb je er zo al zelf aan veranderd? Ik heb al wat extra lampjes opgedaan en wat dingen aan de binnenkant en de buitenkant. Zo'n autootje kost ongeveer rond de 2000 euro. En je betaalt qua wegenbelasting betaal je niet. Je betaalt alleen verzekering en diesel, want daar rijdt hij op. En hoe zuinig is die? Hij rijdt ongeveer 1 op 30. Kijk, dit is de motor. Hij ziet er ongeveer precies hetzelfde uit. Alleen heeft hij wat minder. Is hij minder groot, zeg maar. Ja.